We gaan nu over naar de volgende uitreiking van het award. En ik moet zeggen, voor de mensen die dat nu niet gezien hebben, want soms is het niet heel erg zichtbaar. Hier staat hij. Mooi, met licht. En ik kan aan deze kant al zien voor wie die is. Dat is spannend. En ik ben niet degene die dat gaat overhandigen. Want dat gaat namelijk iemand doen die dat veel beter kan dan ik en veel meer thuis is in het onderwerp. Dat is namelijk Christine. The floor is yours. Ja, Karim, dankjewel. En ook op deze dag hebben we weer een geweldige winnaar. En de winnaar zit ook in deze zaal. Het is anders dan gisteren. Gisteren hadden we twee mannen. Ik ga je helpen. Dankjewel. Nu hebben we een vrouw. Dat is ook alweer eens goed. Hatsenflats. En de winnaar is, lieve mensen, Pascal Kolen. Pascal, van harte gefeliciteerd met deze Onderwijs Awards. Voor jou. Pascal, je krijgt deze Onderwijs Awards. Je bent senior onderwijsadviseur bij het ROC Amsterdam Flevoland. En je bent een bevlogen iemand. Innovatie staat voor jou echt voorop. Dat heb ik gisteravond ook mogen merken. Dat gaat niet alleen over een beetje innovatie, of over net iets meer innovatie, maar over echte innovatie. Ver weg, wat kan er nou eigenlijk, mensen? Wat we hier horen, dat is eigenlijk maar, dat weten we wel. He, dus Pascal wil echt voorop lopen. En je hebt twee hele belangrijke passies. De ene is docentprofessionalisering. Daar werk je aan met een groot team van e-coaches. Dat doe je niet alleen binnen je eigen ROC, maar je kijkt ook veel verder dan dat. Dus in het hele MBO heeft dat echt een grote impact. En het tweede is leermaterialen. Leermaterialen, je vindt het ontzettend belangrijk dat iedereen de beschikking heeft over leermaterialen. En het liefst gratis. Delen is het nieuwe hebben, is jouw motto. En daar werk je hard aan. En ook daarin vind je het ontzettend belangrijk dat er wordt samengewerkt. Niet alleen binnen het MBO, maar ook tussen MBO, HBO en WO. Je brengt echt Nederland verder met je passie en gedrevenheid. Jij bent ook iemand die moeilijke gesprekken niet uit de weg gaat als het nodig is om verder te komen. En je bent een doorzetter en je hebt een enorme drijfveer. En daarmee breng je ons allemaal ook verder. Van harte gefeliciteerd. Toen ik een tijdje geleden over de Onderwijs Awards weer las, toen zei ik eigenlijk alleen maar tegen mijn collega's, ik hoop dat er weer eens iemand uit het MBO op dit podium mag staan. In de afgelopen 6 jaar volgens mij alleen Ashwin Brouwer. En voor de rest, altijd uit hele andere, hele interessante sectoren natuurlijk. Maar ik ben vooral heel blij dat we vanuit het MBO hier nu echt stevig aanwezig zijn. Ik zou even willen vragen, wie van jullie allemaal werkt in het MBO? Wil je even opstaan? Volgend jaar is dat een derde van de zalen, jongens. En wie van jullie is in de afgelopen 3 jaar op bezoek geweest in een MBO of ROC-instelling in de buurt, om daar gewoon eens even kennis te gaan maken, eens even rond te lopen? Sta eens even op. Wie is er in een MBO of ROC geweest? Oké, wat ik nou met jullie zou willen afspreken, is dat als we hier volgend jaar weer staan, dat jullie allemaal bij een MBO of ROC-school in jullie buurt gewoon eens even zijn wezen rondlopen, wezen kennis maken en even kijken, wat kunnen we nou voor elkaar betekenen? He, wij hebben ook een bepaalde slagkrachtmentaliteit. Dat hebben jullie ook. Laten we kijken of dat we dat kunnen bundelen. Nou, hebben jullie vandaag geluk, want ik mag jullie heel even meenemen. Mijn opa zei altijd, kind, als je het podium krijgt, moet je hem pakken. Ik ga jullie even meenemen in het MBO. Ik werk ROC Amsterdam Flevoland. En dat mag ik altijd zeggen, dat is de grootste van Nederland. Vind ik altijd best wel cool. En ik neem jullie heel even mee in het MBO. Gewoon even langs 3-4 praktijklokalen. Duurt niet lang, doet geen pijn. Doe je ogen dicht.
En kijk even met mij mee. Wij zijn nu in de sporthal, in de kelder van ons pand. En daar zien wij mbo-studenten en die zijn snoeihard aan het werk. Sportshirtjes aan, het stinkt er, die ballen gaan van links naar rechts. En zij zijn bezig met het ontwikkelen van spel- en werkvormen voor doelgroepen. In dit geval gaat het over bejaarden. Hoe gaan wij hen begeleiden? Hoe gaan we hen instrueren? Hoe gaan we dat goed doen? Ze zijn druk en die ballen die vliegen heen en weer, dus we gaan de trap omhoog en op de trap komen we veiligheid en defensie. Jongens en meiden met zandzakken in hun nek, ze moeten 5 treden omhoog en naar beneden, 20 keer vandaag. En ze zeggen keurig netjes, goedemorgen meneer, goedemorgen mevrouw, want zo hoort dat. We gaan linksaf en we kijken door een prachtige glazen wand en we zijn bij de Jeans Academy. En daar wordt van jeansstof, er worden complete collecties tot schoenen aan toe. We zien naaimachines, we zien de computers hangen, er wordt ontwikkeld, ontworpen. Studenten zijn er in allerlei kleuren, geuren en maten en er wordt hard gewerkt. We gaan nog even rechtsaf en we gaan een technieklokaal in. Nou, hier ruikt het altijd lekker, hè? Die grote werkoveralen, werkhandschoenen, paardenstaart in, hè? Meiden, staartje, want anders is het gevaarlijk. En er zijn 2 dames bezig en die lassen even een aanhangwagentje in elkaar, want die hebben ze morgen nodig. We doen er nog eentje. Aan de linkerkant kijken we nog even het medialokaal in, multimedia studenten. En zij zijn bezig met een campagne voor een start-up. En op de muur projecteren ze geweldig mooie figuren, infographics en noem maar op. En ja, ik weet dat de tijd kort is, dus we verlaten nu het mbo even via de gang. We komen 1000 stewards en stewardessen tegen in vol ornaat. En die zijn zo blij dat die vliegtuigen weer vliegen. Kom allemaal bij ons langs in het mbo en maak die connectie met ons. Er gebeuren ook bij ons hele gave dingen. En volgend jaar hou ik jullie eraan. Iedereen staat. Dat is wat ik zou hopen. Wat waardevol.